De gemeente Arnhem wil dit voorjaar beginnen met het afsluiten van de ondergrondse containers voor restafval. Dit zei wethouder van openbare ruimte, Katelijne Bouwkamp, woensdagavond tijdens de commissievergadering. Voor Arnhemmers betekent dit dat ze de containers dan alleen nog kunnen openen met een afvalpas. D66 heeft de invoering van DIFTAG aangevraagd. DIFTAG is een afvalstofheffing met een wisselend tarief, waarbij iemand die minder restafval produceert goedkoper uit is. Bouwkamp gaat ervan uit dat dit systeem op 1 januari 2020 ingevoerd kan worden. Dan moeten Arnhemmers gaan betalen voor elke keer dat zij een zak restafval in de container gooien. Betalen voor de afvalzakken hoeft op dit moment nog niet.